Hallo, leuke mensen van het internet. Zoals je al de titel van deze video wel ziet, is dit mijn bevallingsverhaal. En ik heb een hele fijne bevalling gehad, vind ik zelf. En dat is super leuk om te delen natuurlijk als je een fijne bevalling hebt gehad. En ik weet, als je zwanger bent, is het heel fijn om fijne bevallingsverhalen te krijgen. Dus laten we beginnen met hoe mijn bevalling is gegaan. Even terugkomend op het stukje, het is fijn om fijne bevallingsverhalen te horen. Op een of andere manier kreeg ik van iedereen alleen maar erge bevallingsverhalen te horen. Als je zwanger bent, gaan mensen, moeders, vertellen over hun zwangerschap en over hun bevalling. En als je een goede bevalling hebt gehad, dan zeggen mensen, ik heb een goede bevalling gehad, klaar. En meer zeggen ze er niet over. En als iemand een erge bevalling of een heftige bevalling heeft gehad, dan krijg je het in alle kleuren van de regenboog uitgelegd. En ik dacht, het is misschien wel eens goed om gewoon een goed bevallingsverhaal de wereld in te brengen. En misschien als jij mijn verhaal hoort, denk je van, nou, zo goed klinkt dit verhaal helemaal niet. Of ik vind het best wel heftig. Maar dat is dus het mooie. Wat voor de ene een fijne bevalling is, kan voor de andere een hel bevalling zijn. En andersom ook natuurlijk. Ik moet eigenlijk een kop thee hierbij, want het is even een verhaal. Ik ga even een kop thee pakken. Tata, daar is de thee. Het is natuurlijk nog super heet, dus ik kan hem nog steeds niet drinken. Aan het eind van het verhaal is het koud, weet ik nu al. Olivia is vandaag, dat ik dit opneem, 8,5 week oud, bijna 9 weken. Dus het is 8,5 week geleden dat mijn bevalling begon. En het was 9 maart, de uitgerekende datum. En ik had de avond van tevoren bedacht, laat ik zo beginnen. Ik dacht dat ik met 37 weken zou bevallen. Ik had dat heel erg in mijn gevoel. Iedereen zei, nee, bij je eerste ga je altijd over de uitgerekende datum heen. Echt een week wel, 41 weken blijft ze wel zitten. Dat zei bijna iedereen wel tegen mij. En ik dacht, nee, ik ga niet 42 weken zwanger zijn. In mijn hoofd was ik echt, dan had ik maar verwacht dat ik 37 weken zwanger zou zijn. Dus, nou ja. Het was inmiddels 8 maart, de dag voor de uitgerekende datum. Ik dacht, nou, ze gaat er dus echt niet uitkomen. Want ik voelde eigenlijk niet echt iets dat ik al voorweeën had of zo. Ja, het rommelde wel onder in mijn buik. Maar dat deed het al vanaf 25 februari. Want 25 februari heb ik dus, achteraf gezien, wel echt voorweeën gehad. En ook die waren ook wel ritmisch, weet je wel, iedere zoveel minuten. Maar dat heeft nooit doorgezet toen. En dat is toen ook weer 2-3 weken en niks meer. Dus dat was echt valse alarm. Terwijl toen dacht ik echt, mijn bevalling is begonnen. Maar dat was dus niet. Het was inmiddels 8 maart en ik dacht, ik ga morgen op de uitgerekende datum helemaal offline. Niet op Instagram, niet op, eigenlijk nergens, niet op WhatsApp, gewoon offline. Ik wil gewoon een dag niet op mijn telefoon kijken, want ik heb, weet je, op die uitgerekende datum is het ook helemaal niet leuk als je dan, leek mij, dat je dan de hele dag berichtjes krijgt van, oh, is ze er al? Vandaag is de dag, weet je wel. Dat leek mij van tevoren helemaal niet leuk. Dus ik denk, ik zeg gewoon van tevoren, morgen ben ik offline. Nou, het was 9 maart en Nagini loopt voor de camera. Ja, nu kan het even niet, Moppie. Hup, hup. Hup, hup. Het was 9 maart, de uitgerekende datum. Ik werd wakker om 6:30. 's Ochtends. Misschien was het 6 uur, misschien was het 7 uur. Laten we 6:30 zeggen. Om te plassen. Ik dacht, ik moet plassen. Ik had heel erg druk op mijn blaas. En dat had ik eigenlijk iedere dag wel. Dus ik vond het niet zo gek dat ik naar de wc moest. Dus ik stond op. En ik loop, want ik moet om mijn bed heen lopen naar de deur. Nikki ligt naast de deur en ik moet zo maar zeggen zo eromheen. En ik loop
En het loopt ineens langs mijn benen. Ik zeg, oh, ik kan het niet meer inhouden, joh. Ik loop gewoon te plassen hier. Dus ik loop zo naar de wc. En het bleef maar lopen. Ik denk, oh, wat gênant. En toen zat ik op de wc. En toen kwam er ook nog een hele grote plas. Ik denk, Dus ik deed het licht aan. En ik zag, ja, dit is too much detail misschien. Maar ik zag dus allemaal bloed op de grond. Voetafdrukjes met bloed. Toen, niet super rood bloed of zo hoor. Maar gewoon als je een paar druppels bloed in water verdunt. Zo zag het eruit. Dus heel lichtroze. En toen zei ik tegen Nicky, oh, volgens mij zijn mijn vliezen gebroken, riep ik. Nou, Nicky dacht het al toen ik zei van, oh, ik kan het niet inhouden. Dacht hij het al. Maar een minuutje daarna zei ik, mijn vliezen zijn gebroken. Nou, wij helemaal excited van, oh, het gaat beginnen, weet je wel. Echt super leuk. Ja, dat was echt leuk. Dat was echt een leuk gevoel. Van, oh, we hoeven... Ik dacht meteen van, oké, ze komt vandaag, dacht ik. Omdat ik had niet verwacht dat ik over de uitgerekende datum heen zou gaan. En zij kwam gewoon precies op tijd. Net als ik. Ik was ook op de uitgerekende datum gewoon gekomen. En Nicky en ik zijn allebei van het op tijd komen. Ook altijd op afspraken. Dus ja, ze lijkt op de ouders. Precies zoals ik had verwacht. Uiteindelijk is het 10 maart geworden. Maar dat is een spoiler voor het eind van de video. Dus, 's ochtends vroeg. Ik denk, ja, ik weet van verhalen dat een bevalling wel langer dan 18 uur kan duren. Vooral de eerste keer kan het heel lang duren. Dus ik denk, ja, ga maar terug in bed liggen, weet je wel. Misschien kan ik nog wel wat slapen, want het gaat nog wel heftig worden. Dus ik ga terug in bed liggen. Nicky ging eruit, want die had ook nog een afspraak voor zijn werk. Ja, ik zei, ja, als er niks is, kun je gewoon gaan, weet je wel. Maar ik lag in bed en een half uurtje daarna begonnen de weeën. En ik zou niet meer weten hoe een wee voelt. Ik kan het je niet vertellen. Ik kan het me ook niet heugen. Dus ik weet niet, ik denk dat mijn hersenen dat gevoel van een wee gewoon weggestopt hebben. Als ik nou weer zwanger zou zijn, zou ik niet kunnen zeggen, oh, nu is het begonnen. Want ik heb geen idee. Kijk, het was toen heel duidelijk. Want mijn vliezen waren net gebroken en toen begon het. Een half uur daarna waren de weeën daar. En die kwamen heel langzaam op gang, weet je wel. Ik weet het niet eens. Ieder half uur? Iedere 10 minuten? Ieder kwartier, zoiets. En helemaal niet heftig of zo. Dus ik ging naar beneden. Volgens mij, ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik gedaan heb. Het is ook wel weer even geleden. Ik weet dat Nicky, ik zei tegen Nicky, ja, het is niet zo heftig. En hij had één meeting in Tiel. Ik zeg, ga maar gewoon daarheen. En als het echt heftig wordt, dan bel ik je wel dat je weer naar huis moet komen. Dus Nicky ging rond 9:30 daarheen. Misschien was het 9:00. En de weeën waren nog rustig. Ik zeg, ik ga lekker in bad, geloof ik, of in de douche. Ik ging volgens mij in de douche. En ik dacht, ik ga in de douche. En ik ga mezelf helemaal overal scheren, helemaal soppen, lekker schoon, weet je wel. Want het is niks, het lijkt mij zo lekker als helemaal schoon in ieder geval deze prestatie gaan leveren. Dus ik ga in de douche. Nou, dat was heel lekker. Alleen, ik ontspande zo lekker dat de weeën veel heftiger werden na die douche. Ik had inmiddels ook, ik had al een tijdje die bal beneden liggen waar ik op kon zitten en oefeningen doen. Dus ik ging gewoon, ja, als ik een wee had, ze werden ook intenser, ze waren regelmatiger. Ik ging ze timen. Ik ga je niet de details, want ik weet het oprecht niet meer, vertellen over hoe snel en hoe vaak de weeën waren. Ik weet het niet meer. Ik zou het wel in die app kunnen zien. Maar het boeit niet zoveel, denk ik. Als je het wil weten, zet het in de comments. Dan zoek ik het later nog op. Dus ik ging naar beneden. Ik had van een vriendin zo'n tensapparaat gekregen. Nou, die heb ik 2 keer opgedaan. 2 keer dacht ik, oh mijn god, dit is helemaal niet fijn. Dus die tens heb ik meteen daarna niet meer gebruikt. Want nee, ik vond het echt niet fijn. Maar voor andere mensen werkt dat dus heel erg goed. Nou, toen kwamen ze op een gegeven moment om rond een uur of 10:30... belde ik naar Nicky van, misschien moet je wel naar huis komen, want het wordt nu wel heftiger. En ik had niet de behoefte om die weeën in mijn eentje te doen of zo. Ik had
Terwijl Nikki is best wel nutteloos natuurlijk. Niet nutteloos, maar hij voelt zich dan nutteloos. Want hij ziet mij alleen maar pijn hebben van die weeën en hij kan niks doen. Terwijl zijn aanwezigheid was heel fijn dat hij gewoon er was. En ik vond het heel storend om die weeën te timen. Want dan ga je uit je bubbel omdat je aan moet klikken dat die wee begint en hem ook weer uit moet klikken. Terwijl ik wilde gewoon in mijn bubbel en dat lukte niet door met dat timen. Dus gelukkig deed Nikki op een gegeven moment de weeën timen. Dan hoefde ik alleen maar ja te zeggen en dan timde hij het. Toen hadden we volgens mij rond 11 uur de verloskundige gebeld. En die zou rond 12:30 komen. Dus zij was om 12:30 ongeveer. En toen dacht ik, nou, ik ben al vanaf 7 uur tot 12:30 heb ik al weeën. Ze zijn nog niet zo regelmatig. Ja, ze waren op dat moment wel regelmatig. En, want je mag op een bepaald moment mag je bellen als ze om de zoveel minuten komen en dat ze zo lang duren. De verloskundige kwam en zij ging natuurlijk mijn ontsluiting checken. Dat hoeft trouwens niet, hè, als je dat niet zou willen. Hoeft dat allemaal niet. Maar ik wilde heel graag weten hoe ver we waren. Hoe lang nog, weet je wel. En zij zei, ze moest echt vet diep. Dus ik dacht, kut, dit is niet goed. En het was toen, ze zei, ja, je hebt 1 centimeter ontsluiting. Ik zou heel graag 2 willen zeggen, maar het is echt nog geen 2. Dus ik dacht, oh mijn god, ik heb vanaf 7 uur 's ochtends al weeën. Waren niet echte weeën aan het begin. Of ja, niet hele krachtige weeën. Tot nu, 12:30. En het is pas 1 centimeter. Oh, dus moed zakte in mijn schoenen. Ik dacht echt, nee. Want ik vond die weeën echt niet zo fijn. Het was best wel pittig. En ik ging hangen over de bal. Met mijn armen zo op de bal. En dat ik dan op mijn knieën zit en wiegen. Ik had echt alle oefeningen gedaan die ik met mijn cursussen en met yoga had geleerd. Niks daarvan hielp. Niks hielp. Toen ben ik in bad gaan zitten. Dat hielp een beetje. Toen had ik afgesproken met de verloskundige dat zij om 3 uur terug zou komen. Dus zij kwam om 3 uur terug. En Nikki zei al van, ga er nou maar gewoon vanuit dat je 2 centimeter ontsluiting hebt. Want dan kan het altijd meevallen. Nou, toen had ik 3 centimeter ontsluiting. 3, 4 ongeveer. 3,5. Zoiets. En toen zei ze ja. En ik zei ja, ik wil wel naar het ziekenhuis. Want ik wilde sowieso in het ziekenhuis bevallen. Ik wilde heel graag in bad bevallen. In zo'n bevalbad. En dat wilde ik niet thuis. Want ik vind dat te veel rommel in huis. Zo'n bad. Ja, ik weet niet. Daarom kan ik niet relaxen. Dan ben ik alleen maar met dat bad in mijn huiskamer. Denk ik, what the fuck. Dus ik wilde dat heel graag in het ziekenhuis doen. Oh, de batterij is leeg. Ik ga gewoon verder mee praten. We zien wel hoe ver we komen. Even denken, waar was ik? Oh ja, ik had 3 centimeter ontsluiting. We belden naar het ziekenhuis of er een grote kraamsuite beschikbaar was. Want ik wilde ook heel graag nog in het ziekenhuis. In die grote kraamsuites heb je een lichtbad. Daar mag je niet in bevallen. Maar daar mag je wel weeën opvangen. En ik dacht, dat is groter dan het bad wat ik thuis heb. Dus dat is wellicht fijner. Dan kan Nikki ook niet bij een bad zitten, maar wel ernaast of zo. Dus nou, daar belde de verloskundige voor of die beschikbaar was. Nou, konden gelukkig komen. Het was rustig, zeiden ze. Er was een grote kraamsuite beschikbaar. Dus we konden eigenlijk meteen komen. Ik denk dat ik rond op dat moment ongeveer 4 centimeter ontsluiting had. Toen we in het ziekenhuis aankwamen. Dat was trouwens echt de hel. In de auto naar het ziekenhuis rijden. Dat was echt niet chill. Dus ik zei ook, ik heb tot deze tijd heel vaak gezegd tegen Nikki, ik ga dit nooit meer doen. Ik vond weeën echt helemaal niet leuk. Maar zoals ik al zei aan het begin van de video, ik kan me niet meer heugen hoe het voelde. Dus ik kan ook die pijn niet meer voor de geest halen. Maar ik weet dat ik pijn had. Of pijn is misschien niet het goede woord. Maar heel oncomfortabel was. Dus tot zover was mijn bevalling nog niet leuk natuurlijk. Sorry voor al deze onderbrekingen. Ik heb het idee, ik wil echt een excuus mom life geven. Maar
Dit had helemaal niks te maken met mijn dochter. Want die ligt gewoon de hele tijd al te slapen. Even kijken, waar waren we? In ieder geval kwamen we aan in het ziekenhuis. Ik ging daar in het bad zitten. Nikki zat naast mij met de... Hoe heet dat? De douchekop op mijn rug. Want ik had inmiddels een rugveeën. Het was zo verschrikkelijk. Ik vond die weeën zo verschrikkelijk. Ik weet nog dat ik daar in bad zat. En dacht, oh, dit ga ik echt nooit meer doen. Dit vind ik echt verschrikkelijk. Waarom nemen mensen 2 kinderen? Ik snap er niks van. Nee, dit ga ik nooit meer doen. Zo zat ik. Ik zat mezelf natuurlijk ook. Ik zat ook in een soort negatieve spiraal waar ik maar niet uit kon komen. En ik had echt mindfulness zwangerschapscursus gedaan. En het lukte me gewoon niet om daar iets van te doen. Ik dacht alleen maar, dit is de hel. Dus ik zeg tegen Nikki, ik wil niet zo'n negatieve ervaring hebben. Dat de bevalling zo'n negatieve ervaring voor me is. Want dan ga ik het nooit meer doen. Ik wil de ruggenprik. Nikki zegt, oké, jij bent de baas. En ik wilde het heel graag proberen zonder ruggenprik. Maar omdat ik graag in bad wilde bevallen. En je mag met de ruggenprik niet in bad bevallen. Of in ieder geval niet in Tiel. Dus gaf dat aan bij mijn verloskundige. En die zei, weet je hebt toch al deze centimeters zonder, hè, helemaal op je eigen kracht gedaan. En dus je hoeft je, want ik, ja, ergens had ik een soort schaamte dat ik de ruggenprik wilde. En ik had ook graag bij haar dat zij mijn bevalling zou doen. Maar helaas word je overgedragen naar een klinisch verloskundige in het ziekenhuis. Dus dan heb je niet meer je eigen verloskundige. Dat is dan wel jammer. Maar hè, ik wilde het gewoon heel graag, die ruggenprik. Want ik trok het gewoon niet. Nou, dus ik gaf aan, ik wil de ruggenprik. Toen ging het echt heel snel. Ik droogde me af. En voor mijn gevoel liep ik de ziekenhuiskamer erin. Want het badkamertje zit dan los. En toen was bijna de anesthesist er al. Ik had me net voorgesteld aan de verloskundige van het ziekenhuis. En de verpleegkundige. Die hadden, wat hadden ze nou? Ze hadden nog niet eens een schedelelektrode op. Want dat was dan verplicht. Dat er een schedelelektrode op Olivia's hoofd kwam. Op dat moment wisten ze nog niet dat ze Olivia. Ja, dat hadden we nog niet gezegd. Maar ik noemde wel gewoon Olivia. Want het is Olivia. Maar ik wilde dat dus niet. Maar als je dat niet wil, dan mag je geen ruggenprik. Dus ik moest daar een afweging maken. En het was, ze zeiden, het is alleen maar goed, want dan kunnen we goed de conditie van je kindje in de gaten houden. En uiteindelijk ben ik ook heel blij dat we die schedelelektrode hadden. Maar ik was, ja, op dat moment, ik wilde gewoon zo min mogelijk dingen die niet natuurlijk zijn. Ik wilde het zo natuurlijk mogelijk, ondanks dat ik in het ziekenhuis was, ondanks dat ik een ruggenprik had, wilde ik de rest zo natuurlijk mogelijk doen. De schedelelektrode zat er nog niet eens op en toen kwam de anesthesist, want die had net een gaatje. Dus die zette de ruggenprik. Ik zelf zag daar niks van. Ik dacht, ik ga niet kijken, dus ik moest zo zitten. En meer moest ik moest heel stil zitten. En we moesten dan zeggen van, wil je de ruggenprik? Ja, ik wil de ruggenprik. En Nikki kreeg dan heeft een blaadje met alle dingen die fout kunnen gaan, weet je wel. Er is zoveel kans op dit, zoveel kans op dit. En dan moet je alsnog, nadat je dat gelezen hebt, moet je alsnog ja zeggen. Dus Nikki had gelezen dat je ook verlamd kon raken. Dus die dacht, oh god. Dus die zei ook wel ja. En toen zette hij die ruggenprik. En toen zette hij hem niet goed. Dus er kwam allemaal bloed door dat slangetje. En toen zei hij, oh, ik heb een bloedvat geraakt. Even opnieuw. Nou, en Nikki trok helemaal wit weg. Hij dacht, oké, dit is het. Matthias verlamd. Dit is drama. Uiteindelijk zette hij die ruggenprik nog een keer. En was het helemaal goed. Helemaal niks aan de hand. Maar Nikki zat echt zo weg te kijken. Volgens mij zei de verpleegkundige of de verloskundige, zei, oh, kan je niet zo goed tegen prikken? En Nikki zo, nee.
hij dacht, ik ga echt niet zeggen dat het er heel eng uitzag. Want, maar hij maakte zich op dat moment best zorgen. Nou, en voor mij begon hier mijn bevalling. Dus daarom zeg ik, ik heb een hele goede bevalling gehad. Omdat voor mijn gevoel het nu pas begon. Want nu vond ik het leuk. Het was echt vanaf het moment dat die ruggenprik begon te werken. Ik was in een soort extase. Ik was gelukkig. En oh, ik had er zin in. Ik had zoveel zin om mijn dochter te ontmoeten. Ik was heel blij. Ik kon dat blije gevoel ook maar niet van me afschudden. Dat wil je natuurlijk ook niet. Maar ik was alleen maar aan het glunderen. En ik voelde me echt zo intens gelukkig. Je zou bijna denken dat er in die ruggenprik iets van druk zit. Want ik was zo blij. Ik was echt zo blij. Nou ja, we kwamen in het ziekenhuis dus rond etenstijd. Dus ik kreeg eten. Maar ik lust echt letterlijk alles behalve witlof. En het was witlof. Dus Nikki heeft dat opgegeten. Maar ik had dus nog niks gegeten. Inmiddels hadden we ook mijn moeder gebeld. Want ik had gevraagd of mijn moeder er ook bij wilde zijn. Dat leek me gewoon heel chill. Dat is natuurlijk dan nog maar afwachten op het moment. Maar ja, ik wilde gewoon heel graag mijn moeder erbij op een of andere manier. En Nikki vond dat ook wel chill. Want ja, dan is hij ook niet alleen om mij te steunen. Dan verdeel je dat een beetje. En dat was wel echt heel bijzonder dat mijn moeder erbij was. Die was er dus rond 6 uur. En mijn vader was ook mee. Maar op dat moment was er dus nog corona maatregelen. Dus mijn vader mocht niet op de kamer. Niet dat hij bij mijn bevalling wilde zijn hoor. Maar hij mocht ook niet in de familiekamer zitten. Die was nog dicht. Dus hij moest in de ziekenhuislobby zitten. En op dat moment van die ruggenprik had ik 5 centimeter ontsluiting. Dus het is een beetje een gemiddelde is een centimeter per uur dat je vordert. Dus dan zou hij nog 5 uur moeten wachten in de lobby. Plus nog het persen. Wat ook nog 2 uur kan duren. Dus dan zou hij nog 7 uur in de hotel of in de ziekenhuislobby moeten zitten. Op van die, nou, het zijn niet hele slechte stoelen, maar ook niet hele goede. Dus Nikki ging even eten halen. Mijn moeder was toen bij mij gebleven. Nikki had chicken nuggets gehaald, want we wilden wel iets gezonders, maar we konden echt op niks komen wat gezonder was om af te halen in Tiel op een woensdag. Dus hij ging even, en de Mac was ook dichtbij. Dus ik had kip nuggets en een bananenmilkshake volgens mij. En mijn moeder was in die tijd even bij me gebleven en toen na het eten zijn gegaan en toen hebben we afgesproken met mijn moeder. Oké, als we volledige ontsluiting hebben of als het bijna gaat beginnen, dan bellen we je weer. En dan, nou, het is letterlijk 10 minuutjes rijden naar het ziekenhuis vanaf Wamel. Dus dan zouden we weer bellen. Nou, het vorderde er gewoon. Ik had nog op mijn, ja, ik lag op mijn rug, maar ik vroeg, mag ik ook anders liggen? Ik heb op mijn knieën en mijn armen zo op zo'n ding dat je, ja, meer op je andersom ligt, zal ik maar zeggen. Ik heb op mijn zij gelegen. Echt, ik heb alle standjes gehad op het bed. Want je moet natuurlijk wel op het bed blijven met de ruggenprik. En het was allemaal super fijn. En op een gegeven moment voelde ik dus die persdrang. Toen hebben we mijn moeder gebeld. Die was ook gekomen. Toen ik die persdrang kreeg. Toen had ik 9,9 centimeter ontsluiting. Dus ik was er nog net niet. En toen mijn moeder was er denk ik om 11 uur en om 11:30 verwisselt de dienst van verloskundigen van het ziekenhuis. Dus ik heb met die eerste verloskundige in het ziekenhuis hebben we een generale repetitiepers gedaan. Dus zij legde me uit hoe ik moest persen, op welk moment. En toen gingen we gewoon kijken hoe het ging. Ja, dat ging dus helemaal nog niet zo goed. Dus ze zei, Oké, we gaan niet nu hals over kop dit persje inzetten. Maar we gaan gewoon jou meer tijd geven. Rustig aan doen. En dan gaan we de diensten overdragen naar de nieuwe verloskundige. En dan gaat zij jouw bevalling verder doen. Zij gaat jouw bevalling doen. Nou, toen kregen we ook nog een
verloskundige in opleiding er ook nog bij. Terwijl ik had eigenlijk aangegeven van tevoren dat ik dat niet wilde. Maar zij was echt de allerleukste. Ik ben echt zo blij dat zij erbij was. Want zij was echt super enthousiast en super lief en heel bekwaam. Dus ja, ik ben gewoon heel blij dat zij er was. Dus uiteindelijk wilde ik dat van tevoren niet. En ben ik achteraf heel blij dat ze er was. Dus het is heel grappig. Met heel veel dingen wilde ik dingen van tevoren niet. Zoals een schedelelektrode. Was wel heel fijn. Want bij iedere wee kon ik op het scherm zien hoe de hartslag van Olivia was. Hoe zij het deed. En dat was iedere keer goed. Dus dat gaf mij super veel geruststelling ook. Ook met persen zag ik gewoon dat zij helemaal niet veel last had van... He, dat zij bekneld zat of iets. Dus dat was super, super, super fijn. Terwijl van tevoren wilde ik het niet. Terwijl het achteraf iets super fijns was. Nou, het was inmiddels overgedragen naar de nieuwe verloskundige. Hanneke heette ze, geloof ik. Toen was ik gewoon al met mezelf een beetje aan het meepersen. Nu kwam even wat too much information als je het... niet wil horen, zou ik een klein stukje doorskippen in deze video. Maar voor mij voelde... Ik had natuurlijk die ruggenprik, maar ik voelde heel duidelijk wanneer ik een wee had. Want mijn weeën voelde ik in mijn poepgat. Ik heb dit echt nog nooit iemand horen zeggen. Maar ik voelde gewoon heel veel druk op mijn poepgat, alsof ik moet poepen. Maar dat had ik ook al voordat ik persweeën had. Want ze zeggen heel vaak dat het pas bij... Als je persweeën hebt, dat je dan dat... gevoel van poepen had. Maar ik had dat al eerder. Dus dat was hoe ik mijn weeën voelde. Op een of andere manier. En dan... Oh, hij is te warm. Ach, maar we zijn er bijna. Hij wordt te warm. Mijn camera is helemaal naar de Filistijnen. Doordat hij nou weer te warm is. Jongen, ik praat te lang. Oké. Dus op een poepgat. En bij die persweeën werd echt het gevoel dat ik echt moest poepen. En het voelde een beetje... Ze hadden inmiddels de weeopwekkers harder gezet en de rugprik uit. Want je krijgt, zeg maar, een slangetje in je rug. En je kunt de hele tijd drukken als je meer ruggenprik wil. En daar zit dan een limiet op dat je maar één keer kan drukken in 20 minuten. Je kunt wel drukken, maar er komt niks. Hij geeft maar spul iedere 20 minuten. En die hadden ze dus uitgezet. Dus de ruggenprik stond uit. En de weeopwekkers werden meer. Dus ik kreeg sneller weeën. Maar niet, geen weeënstorm of iets geks. Het was eigenlijk wel fijn, want er kwam iets meer, iets meer vaart in. En ik had dus het gevoel dat je de hele dag je poep hebt opgehouden. En dat je dan opeens mag poepen. Weet je wel, je zit in de bus en je moet heel nodig poepen. En je rent naar huis en je komt thuis en je gaat zitten en dan ga je poepen. Zo voelde het, was echt een heel fijn gevoel. Dat zei ik ook de hele tijd. Oh, het voelt zo fijn. Terwijl hun dachten, je hebt persweeën, waarom zeg je dat het fijn voelt? Maar ja. Mijn camera wordt heet te heet. Dus ik ga eventjes sneller er doorheen nu. Hoewel, we zijn er bijna. Wat Nicky deed was mijn hand vasthouden. En hij deed een koude handdoekjes, washandjes op mijn voorhoofd. En ondertussen deed mijn moeder... Die heeft heel lang over mijn rug gewreven. En dat was heel fijn. Want kijk, Nicky kan ook over mijn rug wrijven. Maar Nicky is een man. En mijn moeder, die wrijft al over mijn rug sinds ik geboren ben. Dus dat voelt anders. Dat is een vrouwenhand die, moederliefde eigenlijk voel je in dat je hand over je rug gaat. En dat was echt zo fijn tijdens het persen. Het voelde gewoon heel vertrouwd met Nicky in mijn ene aan mijn hand en op mijn voorhoofd. En mijn moeder aan de andere kant die mij... ook ondersteunen. Dat was echt zoiets magisch. En toen was dus mijn rugprik uit. En toen waren we echt... Toen was ze echt al heel ver. Ik ging al heel de tijd een beetje meedrukken. Met het alsof ik moest poepen. Ik ging gewoon net doen alsof ik moest poepen. En daardoor ging Olivia heel langzaam en rustig in mijn geboortekanaal. En ze hadden ook de tijd van de
alle tijd van de wereld, die verloskundige. Want ik was de enige kraamvrouw op de afdeling. Dus er was helemaal niet dat ze weg moesten voor een andere spoedgeval of iets. Ze hadden gewoon alle tijd voor mij, met z'n allen. En dat was echt zo chill. Ze namen ook alle tijd. En dat is voor Olivia echt super fijn geweest. En ook voor mijn lichaam. Want het ging gewoon heel rustig. Ze ging gewoon heel rustig in het kanaal. En dan op een gegeven moment was ze zo ver. En toen zei ze, oké, de volgende perswee ga je mee persen. Nou, dat deed ik een paar keer. In de eerste ging het allemaal goed. En ze kwam steeds verder. Maar op een gegeven moment komt ze dan echt... Ik weet de anatomie niet helemaal hoe dat dan zit. Maar op een gegeven moment ging het heel veel pijn doen. Echt alsof... Ja, ik weet niet. Ze noemen het de Ring of Fire. En ik snap dat. Dat voelde ik al. En ik riep ook echt van... Ik kan dit niet. Het doet zoveel pijn. Het deed ook echt zoveel pijn. Het deed zoveel pijn. En dat kostte mij 3 weeën. Dat ik dacht... Oh, dit doet zoveel pijn. Ik kan dit niet. Hoe gaan we dit doen? Want ik kan dit niet. En al die vrouwen... Dus de verloskundige in de opleiding en de verpleegkundige, die zei allemaal, jawel, je kan het wel. En Nikki zei ook wel van, hé, kom op en zo. En toen bij die 4e wee, perswee, van, ik had al langer persweeën, maar de 4e pijnlijke perswee, zei Nikki, kom op Mathilde, je kan dit. Nog 1 keer en dan is ze er. En toen dacht ik, oké, als Nikki het zegt, ik ga gewoon door die pijn heen persen. En ik weet niet waar ik die kracht vandaan haalde, want het deed zoveel pijn. Echt, het is onbeschrijfelijk hoeveel pijn dat doet. En ik kan me dat nu ook niet meer voor de geest halen. Maar uiteindelijk heb je dan maar heel kort heel veel pijn. Of in ieder geval, je doet daarna ook nog wel pijn hoor. Maar dat hele extreme pijn van die Ring of Fire. En ik dacht echt, ik ben van mijn kruin helemaal tot mijn tenen uitgescheurd. Zo voelt het. En ik ben dus niet uitgescheurd, hè. Spoiler, maar ik ben dus niet uitgescheurd. Dus ik dacht, oké, Nikki zegt dat ik het kan. Dan is dit het moment dat ik het moet doen. Dus ik dacht, persen. En mijn moeder supporten me. En Nikki supporten me. En al die verloskundigen supporten me. En toen zei de verloskundige, en nu zuchten. En ik had afgesproken met haar dat ik niet zou uitscheuren. En zei ze, oké, dat is goed, maar dan moet je heel goed naar me luisteren. Dus ik deed persen. En zei ze, nu zuchten. En ik heb geen moment getwijfeld over het zuchten. Ik dacht, oké, zuchten. Dus ik ging zo. En met het zuchten is Olivia ter wereld gekomen. En het was zo mooi. En ik wilde haar aanpakken, maar het lukte me niet. Ik kon niet... Ik heb trouwens op mijn rug, heb ik haar, is ze ter wereld gekomen. Ik kon, zal ik maar zeggen, ik had de kracht niet om haar te pakken. Maar ik wilde haar heel graag aanpakken. En dat wist Nikki. Dus toen heeft Nikki haar aangepakt. Dus dat vond ik ook echt zo mooi. Dus Nikki was de eerste die haar vast had. En die gaf haar zo aan mij. En toen had ik haar en ik dacht, oh, ik dacht, dit is het allermooiste wat er... Ik kan het niet beschrijven. Het is gewoon, ik dacht echt, oh mijn god, het is gelukt. Dat zei ik ook. Het is me gelukt. Het is ons gelukt, zei ik. We hebben een gezonde baby op de wereld gezet. En toen lag ze bij mij. Ze huilde trouwens, natuurlijk, dat doen alle baby's. En zodra ze mij zag en hoorde, stopte ze gewoon met huilen. Ze dacht, oh, dit is goed. En toen keek ze om zich heen. Ze zag Nikki en ze zag mijn moeder, haar oma. En daarna heeft ze de hele tijd naar mij zitten kijken. En het was allemaal goed. En het was zo fijn. En toen hebben we de navelstreng uit laten kloppen. En toen die niet meer klopte, toen heeft Nikki doorgeknipt. En dat was om 14:45 s'nachts. Dus in totaal, vanaf het breken van de vliezen tot 14:45 s'nachts, is 19 uur. Dus mijn bevalling heeft 19 uur geduurd. Terwijl voor mijn gevoel begon het pas in het ziekenhuis. Dus ja, ik weet niet. Het voelt niet als 19 uur. Ik denk dat er ook nog wel bevallingen soepeler zijn gegaan. Maar mijne duurde lang. Maar daardoor is Olivia heel rustig ter wereld gekomen. Zonder complicaties. En dat is mij het allermeeste waard. En ik ben dus niet uitgescheurd. Er was één. Ze zei, ja, ze vroeg aan mij. Ik kan 1 hechting zetten. Voor de
Ja, dus gewoon voor een mooier is het mooier als ik een hechting hierin zet. Maar het hoeft niet. Ik zeg, zet er maar een hechting in. Want één hechting, daar kan ik mee leven. En daar heb ik ook helemaal geen last van gehad in de weken daarna. Ja, dat is mijn advies aan alle vrouwen die ooit nog een baby moeten baren. Luister naar de verloskundige. Geef gewoon aan dat je niet wil uitscheuren. En luister dan naar je verloskundige. Want die doen ook heel erg hun best dat jij niet uitscheurt. En het is niet zo dat ik nou hele wijde bekken heb, hoor. Ja, tegen mij is wel eens gezegd door een huisarts van, ik hoop niet dat jij ooit kinderen wilt, want jouw bekken staan niet goed. Nou, ik heb gewoon heel makkelijk een kind ter wereld gebracht. Dus laat je niet bang maken door enge verhalen van andere mensen. En vertrouw gewoon in je lichaam, want je lichaam is ervoor gemaakt. Plan ook niet te veel, want net als ik wilde geen schedelelektroden. Ik wilde niet op mijn rug bevallen. Ik wilde geen ruggenprik. Ik wilde geen in opleiding verloskundige. En dat soort dingen, die zijn allemaal wel gebeurd. En zijn allemaal heel goed bevallen. Dus uiteindelijk zou ik niet te veel plannen. En ook niet te veel vastbijten op wat je echt per se wil. Ja, of als je iets echt per se wil, dan moet je dat natuurlijk, dan kun je dat altijd aangeven. Maar ik ben echt zo blij met hoe mijn bevalling is gelopen. En ik had het niet van tevoren bedacht hoe ik dit ging vertellen. Dus ik heb gewoon letterlijk verteld hoe de bevalling is gegaan. Mijn moeder is rond 4 uur naar huis gegaan en wij moesten nog een nachtje blijven. Want de kinderarts moest eventjes kijken naar Olivia. Uiteindelijk was dat allemaal goed. Dus gelukkig. En mochten wij rond 8 uur, 9 uur 's ochtends naar huis. En toen begon de kraamweek. Mijn mombrain is wel nog een beetje aanwezig. Dat ik vergeet wat ik wel en niet gezegd heb en zo. Of geüpload heb. Ja, dus dit was mijn bevallingsverhaal. Het is een hele lange video, denk ik. Maar het is echt, ja, ik ben echt heel blij met hoe mijn bevalling is gegaan. Ik ben super trots op mezelf. Terwijl, volgens mij heb ik het nog nooit gezegd over mezelf. Bevallen is het allerheftigste wat ik ooit gedaan heb. En ik ben erg trots op mezelf dat het me gelukt is. Dat ik een gezonde dochter eerst heb weten te groeien in mijn buik. En vervolgens op de wereld heb gezet. En ja, dat maakt me zo trots en zo blij en dankbaar dat dat gelukt is. Ik ben gewoon heel blij en trots op. Is er nog iets wat ik kwijt? Ik ben denk ik dingen vergeten. Maar ik heb dit verhaal natuurlijk al best wel vaak verteld aan alle kraamvisite. Dus ik denk dat ik sommige dingen vergeten ben die jullie misschien wel zouden willen weten. Dus stel die vooral in de comments. Want ik wil het jullie uiteraard allemaal wel vertellen. Want ja, dat is alleen maar leerzaam voor andere moeders. En ik hoop, ik gun echt iedereen net zo'n bevalling als dat ik heb gehad. Dus dat was dit. Mijn bevalverhaal. Ben je aan het streamen? Nee, ik ben een video aan het opnemen. Oh, kan ik eruit gaan? Nee. Ja, maar kan ik eruit knippen? Ja. Dankjewel voor het kijken naar deze video. En ik zie jullie heel graag bij een volgende video. Doei!